staan we allemaal klaar langs het circuit, alles vrij. En we gaan de duim vragen ook van de eerste piloot van de plus 16-jarige. Alles oké erboven om een flitsende start te maken. Oké, twee duwens klaar. 3, 2, 1, start! De fantastische 3 vertrekken hier richting Waterbeck. En hier wordt snelheid gemaakt. Hier wordt snelheid. Die hebben geen duwens nodig. Die gaan zo die toer bekend kunnen volmaken. De duwens pikken nu aan door de zandbak richting Haarspelbocht. En hier komt enige stuurmanskunst aan te pas. De wielen gaan niet van de grond. En we snijden de chicane recht aan door de skippieballen richting de bel. 22 seconden. Dus de tijd van de jeugd is al direct geklopt. De beste tijd van onze min 16-jarige was 24 seconden. En het eerste team, plus 16-jarige, zet hier een tijd neer van 22 seconden. Ondertussen komt de zeepkist van Verstappen Racing in beeld. Zet zich klaar aan de start. Mannen van Poppel die meedingen naar de grote prijs van Wild. Ze zijn gewoon van in de asperges te zitten. Maar tussentijds zijn het ook ervaren racepiloten. Dat gaan ze nu demonstreren. En ze hopen hier in Wild prijzen te komen pakken, wat niet gemakkelijk is. Dus mogen we vragen aan de piloten, alles oké daarboven met de mannen van Poppel? Prima. We gaan de start inluiden. 3, 2, 1, start! En de klok loopt ondertussen voor de mannen van Poppel. Verstappen Racing gaat richting de Waterbeck. En zelfs de duwers kunnen niet volgen. Er is een mooie baar, brede baar gemonteerd om te duwen. Dat is altijd heel handig. Hier zit geweld achter deze mannen. Dan zien we die komen om prijzen te pakken richting de chicanebocht. Er wordt geen S gemaakt, er wordt rechtdoor gereden door de skippieballen en de bel komt in zicht. In een tijd van 22 seconden. Ik denk dat we een klok nodig hebben met 100ste, want dat wordt hier een probleem. Het is een nek aan nek race. Het ligt niet aan de bets en dan. We hebben alleen maar seconden om op verder te gaan. Ondertussen staat het derde team klaar. Het team van Wild Ian met John van Hees in de startblokken. Een ervaren rijder, iemand met kennis. Hij kijkt het hele jaar door op het plein hier. Hij kent het van binnen en van buiten. En is klaar om een scherpe tijd neer te zetten. 3, 2, 1, start! Het team van Wild Ian. Geef ze applaus, mannen. Hier komt de snelle tijd aan. Er zijn steunwieltjes gemonteerd achteraan om goed de bocht te kunnen nemen tegen hoge snelheid en de zeepkist niet te laten omvallen. Dat is een hele verstandige tactiek. Ze nemen nog een paar autobanden mee net voor de haarspelbocht. En de John duwt zelf mee vanop de zeepkist. En ja, kom aan, mannen, gas geven door de skippieballen richting de bel. Bel niet vergeten en een tijd van 24 seconden. Voor het team van Wild Ian van John van Hees. Ondanks zijn grote kennis van het terrein, ondanks zijn thuismatch. Niet de snelste tijd tot op heden. Maar er komt een herkansing. Nu zien we het team van de Tamme Bosprappers, onze vrienden van Sint-Josef Rijkenvorsel. We hebben lang moeten zoeken. Op Google Maps kregen we error toen we Sint-Josef Rijkenvorsel zochten. Het blijkt zo'n kleine gemeente te zijn dat ze niet op Google Maps staat, maar toch zijn het vervaarlijke mannen. En ze komen van een gehucht van Rijkenvorsel, hebben vorige keer prijzen gekaapt hier en zijn daar opnieuw van zin. En ze hebben twee sterke duwers klaarstaan, een ervaren piloot. Die mannen zijn gewoon van prijzen te pakken. Het team van Tamme Bosprappers hier, alles oké piloten boven met de mannen van Vussel. Oké, 3, 2, 1, start! Deze is een aerodynamische zeepkist afgeveerd. Je ziet dat die mannen die weten wat je moet hebben voor een goede zeepkist te bouwen. Met steun, baren rondomheen. En hier wordt snelheid gemaakt. Hier wordt snelheid gemaakt. De klok loopt ondertussen. En oei oei, een zware stuurfout daar waardoor er een wiel van de grond komt in de haarspelbocht. De chicane wordt recht aangesneden. De skippieballen zijn geen probleem. En de bel komt in zicht. In een tijd van 25 seconden. Daar ga ik geen prijzen mee pakken, hè, mannen. Daar ga ik geen prijzen mee pakken, hè. Dat is de minst goede tijd tot op heden. Hier zal gas gegeven moeten worden in de tweede marge.
om die tijd alsnog te verbeteren. Nu een team waar dat we al lang naar uitkijken, het team van de drie badpakken. Met dit weer, stellen we ons daar van alles bij voor. Maar we zijn erachter gekomen dat het uiteindelijk drie mannen zijn, onder leiding van Matthijs Mone, het team van de drie badpakken. Ze hebben hun badmuts op, dus die gaan niet met een verbrande kop naar huis deze avond. Dus die mannen zijn er. Jongens, stond wel een grijze streep staan daar voor de duwers. Dus iedereen start op dezelfde plaats, of mag op dezelfde plaats beginnen te duwen. Oké, het team van Matthijs Mone heeft de helm op. Die mannen hebben vanmiddag al geschot en die hebben zich al wat moed ingedronken. Dat gaat van pas komen tijdens dit moeilijk circuit, bochtig circuit. Nog een beetje achteruit daar. Ik ga een beetje achteruit dat je geen zierkjes tegen mijn benen krijgt die in volle vaart naar beneden schiet. Matthijs, alles oké erboven. Duim omhoog. 3, 2, 1, start! Het team van de drie badpakken. Er wordt al flink bochtig gestuurd tijdens de eerste afdaling. Maar de eerste bocht wordt goed genomen per saldo. En oei, ze rijden vast in de zandbak. En hier zijn problemen. Stuurfouten en een bochtig circuit. Hier is de alcohol die zijn werk al doet bij de piloot. En door de skippyballen richting de bel. En voilà, een scherpe tijd. Een zwaar remmanoeuvre nog bij het induiken van het remverspark. 26 seconden voor het team van de drie badpakken. Team nummer 6 staat klaar bovenaan de Incredible 3. Klaar jongens, dit is ook een zeer gedegen zeepkist. 4 grote wielen, gokermontage, scherpe piloot. 2 sterke duwers die zich nu nog aan het klaarzetten zijn. De mannen hebben de zonnebril op, die kunnen de zon trotseren. Hier kan niks fout gaan. Concentratie op het startschot. Oké, alles erboven. Ja, 3, 2, 1, start! Volgens strikt de witte lijn, dat is de beste manier om recht oprecht in de waterbak terecht te komen. En die mannen, ja, de duwers kunnen niet volgen. Dat wordt een goede tijd, lijkt mij. Hier is stuurmanskunst die aan de dag gelegd wordt bij het nemen van de haarspelbord. De chicane komt eraan, wordt als S genomen. En hier door de skippingballen richting de bel. Wow. De bel maakt een flinke schok mee. 23 seconden. Heel scherpe tijd ook. Ondertussen komen we aan team nummer 7. Dat klaargezet wordt. Wij kennen de zeepkist al, de zeepkist van Verstappen Racing. De mannen van Poppel met nu een zonder piloot aan de stuur. Team nummer 7 met onze voorzitter Freddy van den Broek. Die gaat plaatsnemen en het team van Poppel gaat versterken. Versterken, dat zullen we nog zien. Die het team van Poppel gaat vervoegen. En onze voorzitter gaat er het beste van geven om een scherpe tijd voor de mannen van Poppel te helpen neerzetten. Hij kruipt achterstevoren in de zeepkist. Dat is niet de goede tactiek. Hij zet dat recht dankzij de aanwijzingen van onze Ronnie bovenaan, die er scherp op toeziet. En voorzitter, helm oké, alles goed aan, duim omhoog. Een applausje voor Freddy en het helpen van het team van Poppel. 3, 2, 1, start! Team van Verstappen 2. Met onze voorzitter Freddy van den Broek aan het stuur, die al direct lijkt een zigzag voor de waterbak als de stuur begint te draaien. Dat is meestal uit schrik als je dergelijke stuurmanoeuvres ziet. We zien tractorbanden achteraan en we zien opnieuw een stuurfoutje van de voorzitter. Zou dit een fles zijn om de mannen van Wel te laten winnen en de mannen van Poppel een beetje achteruit te helpen? We gaan er vanuit van niet. We gaan er vanuit dat hier eerlijk gestreden wordt voor de trofee van Wel. En een tijd van 27 seconden voor het team van Verstappen 2. Het team van Wel 2 staat nu klaar om te starten. De John en de Steve als duwers. Joris als piloot bovenaan. Dat belooft
Dat zijn mannen uit het juiste hout gesneden. De duim gaat omhoog. En die zijn klaar voor een scherpe tijd neer te zetten. 3, 2, 1, start! Het team van Wild 2 duikt naar beneden. De jongens gaan echt naar water weg. En de John en de Steve kunnen niet volgen. Dat was te verwachten. De conditie van die mannen is niet de beste. En ze gaan nu door de zandbak. Daar rijden ze vast. Dus het overgewicht van de piloot ligt vaak aan de basis van het slecht doorkomen van de zandbak. En na de hardspelbocht en de chicane en de kippieballen komt de bel in zicht voor de Joris. En in een tijd van... Hij heeft 26 seconden en 2 heel muge downs. Ondertussen het team van de Tamme Bosprappers 2, de mannen van Sint-Josef, Rijke Borstel. Met de Van Beurders ook in het team. De Sam Van Beurden heeft plaats. Dat is de Nick. De broer de Nick. Dat meisje kan zich vergissen. Ze trekken op één. Hij zal er niet veel mee zijn, dat zeg ik waarschijnlijk. Maar de Nick staat klaar. En de piloot boven is ook klaar voor het team van de Tamme Bosprappers 2. De mannen van Van Beurden die naar Rijke Borstel verhuisd zijn en hier de Wild opnieuw komen meedingen voor de titel van de zeepkistenrace. 3, 2, 1, start! De piloot slaagt al een kreet net voor de waterbak. Het schrik van het water, dat is natuurlijk geen goede eigenschap in de zeepkistenrace. De zandbak is geen enkel probleem. Dit is een zeepkist die echt heel goed gebouwd is. Grote wielen achteraan, kleine wielen vooraan. De nodige rambaren voorzien rondom en door de skippieballen richting de bel in een tijd van 24 seconden. De twee eerste teams die gestart zijn, zijn nog altijd de snelste. De tijd van 22 seconden is de tijd die te kloppen is om de prijs, grote prijs van Wild in de wacht te slepen later op deze namiddag. Ondertussen kijken we met aandacht uit naar het team van de Wildse Bokken. Ja, de Wildse Bok. We zijn in de hallen de Wildse Bok aan het prepareren. De Wildse Bok, het symbool voor de inwoners van Weelde. We zijn een mooi metalen exemplaar voorzien en omgeven door een groot speeltuig aan het bouwen dat later op het jaar zal ingehuldigd worden. De juiste inhuldigingsdatum is al verschillende malen uitgesteld wegens de vele uren die erin kruipen. Maar waarschijnlijk begin november kunnen we een Wildse Bok inhuldigen hier achter het gemeentehuis op het plein daar. En de gemeente heeft dat meegesponsord en dat zal een prachtig exemplaar worden waar we allemaal naar uitkijken. Het team Wildse Bokken heeft er werk op gemaakt. We zien daar een bok verschijnen, omgeven door de nodige wijde afspanning. En een piloot die moeite heeft om over de kop van een bok heen te kijken. Dat zal toch belangrijk zijn bij het naar beneden komen van de helling en het nemen van de bochten in de juiste, op de juiste manier. Dus we zijn heel curieus hoe de Wildse Bok het er vanaf gaat brengen. En of we nog van een bok kunnen spreken als hem over de finish komt. Ja, we hebben onze bedenkingen bij de degelijkheid van de constructie. De mannen willen we ook niet te testen deze vormenrecht. Dat zegt natuurlijk veel over het vertrouwen in hun eigen zeepkist. De piloot neemt plaats en krijgt de laatste instructies van de Ronnie. Oké, ondertussen komt er rook uit de Wildse Bok. Dat is niet de eigenschap van de standaard Wildse Bok. Maar oké, rook uit de schouw. Een goeie bok met stinken, zeggen ze dan. Hey. Oké, piloot klaar. Duim omhoog. De mannen zijn goed ingedronken. Waren nog tijd hier vanmorgen. En zijn klaar om een scherpe tijd neer te zetten. 3, 2, 1, start! Heel dat gevaarte komt naar beneden. Nu van de helling af. Verliest toch geen onderdeel onderweg. En gaat los door de waterbak zonder problemen. En er wordt bijgestuurd. En de douwers laten het even afweten, maar pakken nu goed over. De rook, oei, ze rijden vast. Oké, geen enkel probleem, bijsturen door de hardspelbok. Dat is niet gemakkelijk, als je zo'n heel wei afspanning ook nog moet meenemen. Team nummer 10, de Wildse Bokken, geeft ze een applaus, mannen.
Want dat is niet gemakkelijk om met zo'n gevaarte door het parcours te geraken. We hebben het parcours speciaal. Oh ja, is dat rijden? Is dat allemaal niet? Dus pro-pack. En we raken nu met moeite aan de bel. Jawel. En bij deze een tijd van 39 seconden. Ja, er was enige stuurmanskunst nodig om die Wilse bok over mee te krijgen uiteindelijk. Er zijn niet veel onderdelen verloren onderweg, dat valt al mee. Dus je kan ook nog vlot het tweede manche mee straks. En misschien, wie weet, de finale. Maar dan zal er wel een betere tijd moeten neergezet worden. Na de Wilse bokken, team 11, de Magnificent 3. Ondertussen zijn de plaatsen voor de traktorenrace volzet. We hebben 30 kandidaten van kinderen tot 10 jaar die straks gaan meedingen voor de medailles in de traptractorenrace. Ja, dat denk ik. De piloot van team 11, de Magnificent 3, neemt plaats. Om een scherpe tijd neer te zetten. Deze zeepkist hebben we ook al eens gezien. Dat is een snel gewaarte. Dus mannen om in door te houden. Oké, zijn we klaar? Jongens boven. 3, 2, 1, start! Met deze zeepkist is er straks de beste tijd gereden van 22 seconden. Dus dat is een supersnel gewaarte. Omgebouwde kruiwagen. Enige problemen. Andere piloot moet bijgestuurd worden. We gaan richting haarspelbocht en die wordt vlot genomen. En we komen nu door de S-bocht, de chicane, de schrik van elke Formule 1 coureur door de skippieballen. En we gaan een scherpe tijd krijgen van 22 seconden. Ondertussen team Verstappen voor de derde oefening. Team Verstappen 3 deze keer met Nick Tielemans, nummer 12. Andere piloot aan het stuur, zelfde zeepkist. De mannen van Poppel zijn er helemaal klaar voor. En gaan er een lap op geven. Chauffeur, piloot, duim omhoog hebben we gezien. Oké, check. 3, 2, 1, start! Gaan er prijzen mee naar Poppel vandaag of blijven de prijzen in Wild? Of in het allerslechtste geval gaan de prijzen terug mee naar Sint-Jozef Rijkenvorsel? Het zal niet waar zijn, deze zeepkist met tractorbandjes achteraan. Goed afgeveerd, scherpe piloot. Hier worden tijden neergezet die we door moeten houden. Ondertussen zijn we aan 22 seconden. We stevenen af op een reuze discussie. De wielen eraf gehaald, binnenste en buiten gekeerd, we hebben niks gevonden. Dus de jongens gaan hier strijden voor een scherpe tijd met de Steve van Vervolg als cafébaas vroeger en nu als uitgeruste rentenier aan de start. 3, 2, 1, start! En de Steve duikt naar beneden, hij is gewoon van de race, dat zit er ondertussen sinds dat hij zijn café gesloten heeft. En de twee douwers, voormalige vaste klanten, helpen de voormalige cafébaas richting de eindstreep in de hopelijk een snelle tijd. Kleine stuurfoutjes zijn er gemaakt onderweg die een beetje de tijd... Oei, door de... Ai, ai. Grote stuurfout. Net voor de finish van onze voormalige cafébaas. Drank zal aan de basis liggen waarschijnlijk van deze problemen. Net voor de finish. Ja, met de hakken over de sloot noemen we dat de wild. En 31 seconden. Ja, en de conditie van de douwers begint te lijden onder de vele optredens. En we zien de John moe maar voldaan kromhangen over het renghek. Dat zegt veel voor de tweede manche. Dus hij zal uitgerust moeten geraken om alsnog prijzen te kunnen wegkapen. En dat zijn deze mannen ook van zin, de tamme bosprappers. Met de Welse
alles stuur, dus dat kan niet fout gaan. De Frank van Beurden. En de Frank heeft vroeger veel met brommers gekorst en gekrost. Potten zit niet ingesleuteld en half terug ineengezet. Nadien, dus de Frank kent niet van racen. Dus houd hem vast voor deze mannen. Die zijn van geen kleintje vervaagd. De Van Beurdes, geef ze een applaus. 3, 2, 1, start! De Tamme Bostrappers van Sint-Josef. Hier wordt snelheid gepakt en inderdaad, de Douwers schieten zelf van de snelheid van de piloot. En hier wordt flink gestuurd, scherp aangesneden. De zandbak is geen enkel probleem. Haarspelbochten, dat kennen die mannen als een broekzak. En we gaan door de chicane in een rechte lijn. Skippy ballen, geen enkel probleem. Nu richting Belbog in. 24 seconden. Ondertussen zien we een bijzonder aerodynamische zeepkist nummer 15 boven in startpositie verschijnen. Dat zijn de Roadrunners, de mannen van August Bax. En tijdens de testritten hebben ze een klein technisch probleem opgelopen. Hun achterste wiel stond paraplu bij het einde van de eerste testrit. Er zijn herstellingswerken uitgevoerd tijdens de pauze onder de middag. En de zeepkist is opnieuw klaar bevonden om prijzen te pakken. Alles oké met de chauffeur daarboven. Daar omhoog, prima. 3, 2, 1, start! Deze zeepkist is gemonteerd op een punt vooraan om de wind te doorklieven. Met Baks lees ik op de zijkant. Dat zegt veel over de motivatie van die mannen. Die willen hier voor niks minder gaan. En de wiel op de trap, wat dachten ze, de wiel op de trap? Terwijl de problemen, we dachten dat ze opgelost waren tijdens de testritten, hebben we het ook al gezien. Een technisch probleem zonder achterste wiel. Aan de linkerkant gaan ze gewoon verder. Richting, je valt nog een stuk af en de bel wordt geraakt. Zonder achterste wiel aan de linkerkant. In 28 seconden. Wat een helse rit. Hier moeten de ingenieurs zich weer over gaan buigen tijdens de pauze. Om die zeepkist alsnog hersteld te krijgen. Voilà, er is hier nog een ijzeren baard die verloren zijn onderweg en een wiel. We brengen alles terug. Zoals gezegd, je mag niks achterlaten. De burgemeester wil hier morgen geen rotzooi vinden op het plein na de koers. Alles opruimen, alle onderdelen terug mee naar huis. De last minute inschrijving van het team Geeneinde, nummer 16. En het laatste team van de plus 16-jarigen, het team Geeneinde met Geert, Mertens en consorten. Die hier beneden staan te wachten om een snelle tijd neer te zetten. Ja, ze gaan achterstevoren de helling afgaan. Dat is een nieuw beproefde tactiek. Oei. Er zijn problemen met de zeepkist. De zeepkist wordt terug van het startplatform verwijderd. Er is enig groot nazicht nodig of de stuur duurt niet meer. Het stuur is kapot. Ah ja, we hebben nog een reserve zeepkist. We hadden de buis zien hangen. En we hebben een reserve zeepkist van de organisatie die we ter beschikking stellen voor teams met mechanische pech. De reserve zeepkist wordt nu voor de dag gehaald voor het team Geeneinde, waar de stuurinrichting het heeft laten afweten. En zij gaan strijden met onze reserve zeepkist voor de eerste prijs. De reserve zeepkist wordt dus nu naar boven gebracht om een flitsende start te maken. Eerste optreden van onze reserve zeepkist. Misschien heeft het team van Matt Bax van daarnet, de mannen met de problemen met het achterwiel, straks ook onze reserve zeepkist nodig om de tweede marge te kunnen rijden. Maar we zijn goed voorzien. Een aerodynamisch model hebben we gebouwd met de vlammen vooraan op het toestel. Dat wil zeggen, hier gaan de vlammen de koers gereden worden. De juiste afstellingen moeten nog even gebeuren. De zetel wat achteruit, zodat de piloot het stuur goed kan vastpakken. En zijn we klaar, mannen? Duim omhoog, deze keer met de reserve zeepkist van Team Geeneinde. De mannen staan beneden klaar om te duwen. 3, 2, 1, start! En dat is een afgetraind modelletje, die reserve zeepkist van ons.
die haalt de hoogste snelheden al voor de eerste bocht. En met twee capabele douwers liggen ze door de haarspelbocht. En oei, de achterste zetel valt eraf. Met die net niet nodig om over de streep te komen. Kom aan, mannen, door de skipping, ballen gas geven richting Bel. En 24 seconden zonder achterste zetel. Hugert met de snap. Ondertussen hebben we de 16 teams aan het werk gezien in een eerste manche van de grote prijs van Weld, Zeepkisten 2.0. We zitten met 4 teams die geëindigd zijn op 22 seconden. Team de Fantastic 3, team Verstappen 1, team de Weldse Bokken. Oh, de Weldse Bokken, dat waren de traagste mannen van de middag. Verkeerd, team Magnificent 3, Verstappen 3 en de Incredible 3. Dus hier zijn scherpe tijden neergezet.